Ik weet niet of u het bericht van de commandant der strijdkrachten hier in Nederland heeft gezien afgelopen week. Namelijk, de kogels zijn op, om het maar even heel plat en simpel te zeggen. Ja. En hij zei, ja, we moeten gewoon onze eigen munitie weer gaan maken in Europa. Ik zei al, de roep vanuit Kiev om zwaardere wapens ook vanuit het Westen blijft aanhouden. Onze planken zijn langzamerhand leeg. Wat nu? Ja, dat is echt wel een punt. Het gaat om drie dingen, hè. Alles wat wij hebben gegeven aan Oekraïne, al dat zware materieel, dat vereist ontzettend veel onderhoud om het überhaupt inzetbaar te houden. Dus moet je ontzettend veel aan doen. Het tweede is dat je daar de voorraden voor moet hebben. Als je een kanon hebt en de granaten heb je niet, schiet het niet echt op. En wij hebben geen oorlogsproductie in het Westen. Dus dat betekent dat de voorraden die we eigenlijk hadden op de plank, die zijn min of meer op. De industrie moet helemaal gaan opstarten om te gaan produceren. En de industrie heeft een ontzettende vraag, want iedereen die wil nu dingen gaan kopen, granaten, materieel gaan kopen. Dus we hebben echt wel een probleem. En dat gaat de komende winter gaat zich dat wel uitbetalen. En de vraag is, in hoeverre kunnen we Oekraïne blijven voorzien? Maar dat is niet alleen een industrieel probleem, dat is ook wel een politiek probleem. Ja. Blijven wij met de energieprijzen wel de eenheidsvormen die we pretenderen te zijn in het Westen? Nou ja, die staat onder druk. Op verschillende plekken in Europa wordt al gedemonstreerd tegen het sanctiepakket. Wij gaan de winter tegemoet. De gasvoorraden zijn in de buffers in elk geval wel gevuld, maar er zijn grote zorgen over de betaalbaarheid daarvan. Met andere woorden, als dat draagvlak niet goed blijft, wat dan? Ja, dat is een wapen wat Poetin heeft. Die zal het ongetwijfeld gaan uitbuiten en zal er alles aan doen om een wicht te drijven tussen de eenheid in het Westen en in Europa. Zie je al de eerste tekenen. Ja. Landen in het oosten van Europa die kijken echt iets anders dan de landen in het Westen. Ja. Bij de Verenigde Staten krijgen de verkiezingen, de midtermverkiezingen. Als die achter de rug zijn, dan moeten we ook maar eens kijken wat daar gebeurt. Kortom, zijn best wel wat vraagtekens. En de eenheid van het Westen gaat cruciaal zijn voor militair succes in Oekraïne. Ja, maar goed, die eenheid kan er dan zijn. Dan nog moet je dat wapentuig ook kunnen produceren. Nou heeft de minister van Defensie van de Verenigde Staten aangekondigd eind deze maand om de tafel te willen met de wapenfabrikanten. Met andere woorden, een extra aansporing om meer te gaan produceren. Ziet u aankomen dat wij in het Westen en dus ook in Europa ook gaan overschakelen op een soort oorlogseconomie? Het zou wel moeten, maar dat vereist allereerst een langdurige strategische visie over veiligheid. We hebben een minister-president die niet zo van de visie is. En daar lopen we vaak achter de feiten aan. En ik zie er nog niet gebeuren op korte termijn. Je moet echt heel goed nadenken. Wat zijn de bedreigingen van de toekomst? Hoe gaan we daarmee om? En dan zie je dat Europa geen veiligheidsindustrie heeft, geen grondstof heeft en geen veiligheidsbeleid is. Ja, dat is niet alleen kwetsbaar ten opzichte van Poetin, maar ook ten opzichte van China. Kortom, we hebben echt wel een probleem. Maar vindt u dan dat we zouden moeten overschakelen op een oorlogseconomie? Nee, in dit geval is dat niet nodig. Als je maar voldoende middelen hebt om in dit geval Oekraïne te kunnen blijven steunen. En dat maar u constateert dat we die niet hebben. Dus moet je heel goed nadenken wat je als Nederland zelf in eigen huis wil hebben en wat je niet in eigen huis wil hebben. Ja. En wat je binnen Europa in eigen huis wil hebben en niet. Uh-huh. Een aantal jaren terug was er sprake van een soort afspraak tussen de grote landen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, dat de industrie een beetje zou worden verdeeld. Duitsland zou de tanks bouwen, Engeland zou de schepen bouwen, Frankrijk de vliegtuigen. Dat is van tafel. En we moeten eens goed nadenken op Europees niveau hoe we dat willen gaan doen. Nou ja, vermoedelijk gaat Ursula von der Leyen, die woensdag haar State of the Union geeft, haar grote jaarlijkse toespraak, daar wel iets over zeggen. Althans, dat is in elk geval de verwachting. Maar dan heb je het toch uiteindelijk wel over een soort Europese oorlogseconomie, toch? Als je je hele wapenindustrie in een mum van tijd gaat opzetten en voorrang geeft boven de rest. Ja, en dat is de uitdaging, want elk land wil natuurlijk wel zijn belang daarin hebben en zijn specialiteit naar voren brengen. Mm. Dus dat is echt een uitdaging. Maar als je het niet gaat doen, dan blijf je achter je eigen staart aanlopen. Niet alleen ten opzichte van Rusland, maar later ook van China. Ja. Dus we zijn ontzettend kwetsbaar als Europa en dat vereist echt ook van bovenaf beleid. Maar daarmee zegt u toch eigenlijk dat een oorlogseconomie nodig is? Nou, een oorlogseconomie is voor mij dat je alles omschakelt op het maken van wapens. Dat hoeft helemaal niet, als je maar slim verdeelt wat je in huis hebt. Maar Europa moet wel als de sodemieter wapens gaan produceren. Ja, dat zijn de juiste woorden. Ja. Ja. Nou ja, daar hebben Duitsland en Frankrijk, de twee grote wapenindustrieën,